Goedemiddag. Vanuit het Keijlerpand in Rotterdam. Het Keijlerpand is mij verteld. Ik moet even goed voorlezen. Het is een hybride coöperatie van bedrijven die zich met de toekomst bezighouden. En om je met de toekomst bezig te houden, moet je ook iets snappen van het verleden. Dus we staan te midden van een prachtige tentoonstelling van het werk van Gerrit Rietveld. Ik weet niet, er is weinig van te zien helaas op beeld. Maar je ziet het een klein beetje als we uitzoomen. Het is een feestelijke bijeenkomst om dit prachtige boek, Operatie Wooncoöperatie, van Arie Lenkeek en Peter Kunstli te presenteren. En deze bijeenkomst is georganiseerd door de uitgevers, Transcity Valies en door Architectuur Instituut Rotterdam. Die heet u van harte welkom bij deze bijeenkomst. Ik ben Frans Soetebroek, alias De Ruimtemaker. En ik ga vanmiddag met een aantal gasten en met de auteurs gaan we de spannendste elementen van het boek, met name de aanbevelingen, hoe het de coöperatieve beweging echt groot kan worden, gaan we eens met elkaar bespreken. Waarom feestelijk? Allereerst omdat ik het een fantastisch boek vind. Toen ik gevraagd werd, had ik het nog niet gelezen. En ik heb het inmiddels gelezen en ik moet, jullie zullen zelf te bescheiden zijn waarschijnlijk om het te doen. Maar ik wil toch even een paar elementen noemen waarom jullie allemaal dit boek moeten kopen. Een gedegen beschrijving van de coöperatieve beweging en de volkshuisvesting in Nederland. En waarom die nooit een gelukkig huwelijk hebben gesloten. En in de toekomst dat huwelijk er wel in zit. Genadeloze ontleding van de hobbels met grondbeleid, regelgeving, financiële systemen. Waarom het in Nederland minder goed van de grond komt dan in het buitenland. En een zeer gedetailleerde beschrijving van de praktijk in onze gidssteden, Zurich, München en Wenen. En dat varieert van ook van goedkoop wonen tot aan communities die een hele gebiedsontwikkeling doen. Van architectuur tot aan gemeenschapsvoorzieningen, nou van alles. Zeer gedegen. En iedereen moet natuurlijk naar deze steden toe die iets met coöperaties wil. Maar als je echt niet kan, dan is dit het boek om echt te snappen waar het om gaat. Nou, voor de kennis een zeer gedegen koppeling aan de 8 principes van de comment van Eleanor Ostrom. Dat is echt een degelijke analyse, zit daaronder. Mooie handleiding, handreiking natuurlijk voor mensen die zelf coöperatie willen beginnen. Inclusief een cursus vastgoed rekenen. En last but not least, een geloofwaardige agenda waarom deze niche in de volkshuisvesting de komende jaren uit zou kunnen groeien tot een volwaardige derde bouwstroom. En dat is natuurlijk een hele, hele spannende waar we het vanmiddag over gaan hebben. Nou, het is ook feestelijk omdat de timing heel goed is. Er is een nieuw kabinet aangetreden die ook op pagina 13 van het regeerakkoord de wooncoöperaties noemt als iets wat ze gaan stimuleren. Dat is fantastisch. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Nou, kan het beter qua moment om dit te lanceren. Ook feestelijk omdat we 4 fantastische gasten hebben die met ons het gesprek aan gaan en gaan helpen om wat de auteurs noemen, met dit boek willen we de sluizen openzetten voor coöperatief wonen. Die 4 gasten gaan ons daarbij helpen om die sluizen open te zetten. Dat is heel mooi. En last but not least heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is bereid gevonden om het boek feestelijk in ontvangst te nemen aan het einde van deze sessie. Het zal via een prachtige videoverbinding gebeuren. Hij is helaas hier niet fysiek aanwezig, maar dat vinden we al een fantastisch succes voor dit boek al. Nou, ik stel voor dat we gaan beginnen. Ik ga eerst even met de 2 auteurs toch even de hoofdlijnen van het boek doornemen. Arie Lenkeek, ik heb even het boek gewoon even opgezocht, jullie personalia. Culturele planologie, centraal begrip. Onder de naam Common Grounds werk je naar onderzoek en praktijk van de commons. Daar komt al een prachtige relatie met dit thema. En als oefenplaats voor de stap van morgen. Nou, dat klinkt al fantastisch. Peter, ook even kort, corporatiedirecteur geweest. Projectleider van het projectbureau Wederopbouw Roombeek was je onder andere. En daar heb je heel veel gedaan met het halfbroertje van coöperativo, de CPO. Dus dat komt ook al in het boek overigens aan het orde. En jullie hebben in 2004 al samen een boek geschreven. Urban Jazz, pleidooi voor de zelfgebouwde stad. Nou ja, dan zien we al waar het heen gaat. Waar het heen gaat. Dat is heel duidelijk. En jullie zijn in 2016 met Nienke Happel het Rotterdamse Woongenootschap
ja, begonnen. Zo is het. En daar gaan we het ook nog even over hebben wat daarvan geworden is. Ja. Dus, nou, ik stel maar even de simpele open vraag. Waarom moest dit boek er komen? Hmm. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Zeker. Ja, zeker, wat mij betreft zeker wel. Er is natuurlijk in Nederland heel veel veranderd in 2015 met de woningwet. Ik ken die corporatiesector goed. Die heeft altijd voor hele brede groepen van de samenleving gewerkt. De laatste corporatie waar ik toezichthouder was, had 22% middengroepen in zijn bestand. En in 2015 veranderde dat opeens. Toen werd die doelgroep beperkt tot mensen met een modaal inkomen. En net iets onder de 40.000 euro. En toen zagen we natuurlijk eigenlijk dat toen al gebeuren dat die hele middengroepen tussen wal en schip zou vallen. Daar maakte ik me zorgen over. En toen belde Nienke Happel op. Die in zo'n situatie zat met twee kinderen op een bovenwoning in een oud huis in Rotterdam. En die was in 2016 in Zurich geweest. En zag het ene mooie project naar het andere. Met vrolijke gezinnen, met jongere en oude mensen. Mooie tuinen, balkons, mooie voorzieningen. Die kwam terug en zei, waarom doen we dat in Nederland niet? En toen een subsidieaanvraag ingediend met de Fonds Creatieve Industrie. En die zei toen, als je nou die business case wil uitwerken, haal er nou iemand bij die een beetje uit die sector komt en verstand heeft van deze dingen. En toen belde Nienke bij, ik geloof 16 augustus 2016. Ik herinner me nog heel goed. En die had dat hele verhaal. En ik had zoiets van, Nienke, dat is mij uit het hart gegrepen. Ik ga je helpen, maar kan ik ook niet alleen. Daar heb ik een hele hoop andere mensen mee nodig. Ik ben ook heel blij dat die voor deel hier zijn en voor deel ook kijken. Zo is het eigenlijk begonnen. En een van de mensen die natuurlijk heel snel bij kwam was Arie met zijn hele loopbaan in Rotterdam en bij R. En ook nog ons gezamenlijke verleden in de Rome. Juist, ja. Maar wat mij betreft is dat dus een hele harde noodzaak. Daar komt het eigenlijk op neer. Na de wijziging van de woningwet is er gewoon een gat gevallen in ons hele systeem. En is eigenlijk ook een beweging gaande waarbij zeggenschap van bewoners over hun eigen omgeving eigenlijk ook steeds, die roep ook steeds sterker wordt. Ja. En waarom het boek is dan? Komen? En waarom is het boek moest er komen? Ja. Om al die groepen te helpen en beleidsvoerders te helpen. Ja. Want het is natuurlijk, dat is ook wel van belang, het is natuurlijk een heel verrommeld begrip, wooncoöperaties. Kijk, dat is ook het mooie als je naar Wenen gaat of Zurich of München. Daar is de genossenschaft en de wooncoöperatie volstrekt helder bij iedereen. Bij de banken, bij de ontwikkelaars, bij de bestuurders, bij de ambtenaren. Iedereen weet precies wat een coöperatie is. Nou, als je in Nederland bekijkt wat we ervan gemaakt hebben. 80-90% wat we coöperatie noemen is in mijn ogen niet een echte coöperatie. Waarom zijn er geen coöperaties? Om een voorbeeld te noemen. We hebben heel veel in Nederland natuurlijk heel veel woongroepen, centraal woonachtige groepen, die niet het eigendom hebben, maar wel een beheerzeggenschap. Die noemen zich vaak coöperaties, maar wij geven in het boek aan dat voor de duurzame betaalbaarheid van die coöperatieve woningen juist het eigenaarschap bij de coöperatieve onderneming een essentieel element is. Microfoon valt uit, dus wil jij het overnemen? Oh, nou. Oké. Ik neem het over. Juist een essentieel element. Microfoontje moet even gewisseld worden, vrees ik. Ja. Klein technisch probleem. Technisch probleem. Ik stel me toch even de vraag, kunnen jullie, het is natuurlijk onmogelijk, wat is nou de kernboodschap van jullie boek? Is dat in simpele woorden te benoemen? Ik heb net al een aantal lijnen genoemd uit het boek, maar de kernboodschap. Nou kijk, je vroeg waarom moeten boeken komen, dat was je vorige vraag. Dat heeft ook met die kernboodschap te maken. De coöperatie is heel veel verschillende dingen tegelijk. Het boek laat zien dat het kan gaan over kwaliteit van wonen. Maar dat je kwaliteit van wonen niet los kan zien van wat voor economisch model daaronder zit. Dat het economisch model weer niet los te zien is van de gemeenschap die dat draagt en die dat gebruikt. En dat is denk ik de essentie van de wooncoöperatie. En dat is ook een ontzettend belangrijke boodschap om die goed over het voetlicht te krijgen. En met het boek hebben we geprobeerd om dat te integreren. Want je ziet volkshuisvesters praten over de woningen en de maximale huurprijzen die het mogen hebben. Maar niet meer zoveel over kwaliteit van architectuur. Architecten praten over, we willen het samen met de bewoners doen. Maar bewoners hebben vaak niet goed een idee, wat zouden we kunnen willen? En op welke manier kunnen we daar aan bouwen? En ik denk dat we met het boek hebben geprobeerd om de lange lijn, de maatschappelijke inbedding, de dingen die langzaam veranderen en de dingen die sneller kunnen veranderen op elkaar te verbinden. Ja. Oké, mooi. Ik heb ook een begrip, kwam ik vaak tegen, het onttrekken van het wonen aan de speculatie. Dat is wel een pittig begrip, zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, dat is de essentie van de coöperatie. Hè? Ja. En van het woord wat wij ook in het boek gebruiken, de gemeenschapseconomie. Je ziet eigenlijk dat we denken, we hebben de markt en we hebben de overheid. En de regels van de overheid gelden voor het publiek.
En de markt speelt het spel commerciële regels. En wat we echt duidelijk willen maken is dat ondernemen niet alleen commercieel is, maar dat ook burgers kunnen ondernemen. En ondernemen, een onderneming kunnen drijven waarin ze kunnen wonen. Okay. En de essentie van de coöperatie die gaat daarover. Okay. En daarmee is het wonen niet meer. Hè? Dus ik heb een hypotheek, ik heb een woning gekocht. Tegen wil en dank, zoals heel veel Nederlanders, zit je dan in die gekte van de woningmarkt. Daar ben je opgenomen. Dus ik zit ook in dat speculatieve model, omdat ik hoop dat mijn woning in waarde stijgt, zodat ik straks ook weer verder kan. En zo geldt het voor iedereen. En zo geldt het ook voor het hele commerciële systeem, waarmee beleggers degene die de woningmarkt als een verdienmodel gebruiken, en nu ook daar eigenlijk het wonen steeds meer onmogelijk maken voor grote groepen. Oké, want jullie, ik lees eigenlijk ook dat jullie, ik zal maar even zeggen, echte middenhuur kunnen gaan bieden met coöperaties, die wat er nu onder middenhuur verkocht wordt. Daarvan zeggen jullie eigenlijk, nou, om dat nou middenhuur te noemen, kunnen jullie daar iets over zeggen? Kijk, veel gemeenten hanteren natuurlijk dat ze bij die bovengrens van de corporatie beginnen, 700 en dan tot 1000. Als je dan gewoon natuurlijk kijkt wat iemand kan betalen, is dat al best een hele hoop voor een hele hoop middengroepen. Maar als je ziet wat daarvoor gebouwd wordt, ja, dan wordt dat elk jaar een beetje kleiner, geven we aan. En dat zakt nu tot bedenkelijk onder de 50 vierkante meter. Dan hoef je niet eens meer een balkon te maken volgens het bouwbesluit. Nou ja, en dat is natuurlijk voor een hele hoop mensen gewoon geen passende woning. Nog helemaal los van coronatijden, van thuiswerken enzovoort. En dus het gaat er natuurlijk om dat je voor gevarieerde groepen huishoudens, ook voor gezinnen met kinderen, voor gebroken gezinnen, voor groepen van mensen die samenwonen, dat je al die mensen in de stad wil houden en dat je voor al die mensen passende huisvesting biedt. Die niet alleen betaalbaar is met de start, maar ook betaalbaar blijft. Dus niet na 10 of 15 jaar wordt verkocht, inderdaad om redenen van grondwaardestijging enzovoort, maar betaalbaar blijft. En het mooie van het coöperatieve model is, dat tonen we in het boek ook aan de hand van een hele hoop voorbeelden en rekensommen, dat eigenlijk coöperatieve woningen de tijd steeds betaalbaarder worden. Ze zijn misschien bij de start voor de middengroepen betaalbaar, nog niet voor de lage inkomens, maar ja, na 10 of 20 jaar zijn ze eigenlijk voor iedereen betaalbaar. Ja, en het is, ik belde vanmiddag nog met Anne Kokkelkorn, die heeft een hele mooie website, Cooperative Conditions. Ook op de architectuurpedalen geweest. En die vertelde inderdaad een voorbeeld van de coöperatie die 100 jaar geleden in Zürich is opgericht, in de Altostraße. Nou, die vraagt nu voor zijn woningen een derde van de huur die voor vergelijkbare woningen in de markt worden gevraagd. Ja. Dus dat is wel een extreem voorbeeld. Maar over de hele linie zijn die coöperaties op den duur 20%, 30%, 40% goedkoper als dat de markt voor woningen vraagt. Okay. En dat zien we ook bij samenwerking in Amsterdam. 150 meter van het concertgebouw. Ja, die zijn 400-500 euro goedkoper als iedere vergelijkbare marktwoning. Ja. Dus je vraagt je gewoon af, als je er goed naar kijkt, waarom doen we dit niet in Nederland? Het is eigenlijk voor mij zo voor de hand liggend. Ja. En daarbij zie je dat een hele hoop mensen ook vragen om die zeggenschap, die controle. En het niet meer in die individuele, consumentgerichte manier van wonen mee willen. Dus ja, wij denken het is echt de tijd nu. Het is echt het keerpunt wat je nu moet aangrijpen. Ja. Dan moeten we het ook even over de corporaties hebben. Want jullie hebben in jullie agenda ook nogal wat wensen en ook wat kritische opmerkingen over de rol van de corporaties. Net, lastig dat die woorden op elkaar lijken, hè? Corporaties, coöperaties. Maar kunnen jullie kort aangeven wat jullie verwachten, hoe de corporaties ook bij kunnen dragen aan de coöperatieve beweging? Kijk, het grote euvel van de Nederlandse corporaties in de afgelopen periode heeft te maken met zeggenschap. He, dus de bewoners die in de woningen van die corporatie wonen, ze zijn huurders, maar ze hebben geen inspraak of zeggenschap over de manier waarop dat wonen geëxploiteerd wordt. Met de woningwet van 2015 is dankzij Adrie Duivenstein daar de mogelijkheid ingekomen dat huurders van hun corporatie hun woningen overnemen, collectief. Hè? Dus niet individueel, collectief nemen het over, brengt het onder in een coöperatie waarin je dus samen verantwoordelijk kan zijn en keuzes kan maken ten aanzien van onder meer onderhoud, beheer, maar natuurlijk ook van op welke manier exploiteren we dat hier. Nou, sinds 2015 zijn er twee voorbeelden van waar dat gebeurd is. De Roggeveenstraat in Den Haag en Overhoop in Utrecht.
En dat zijn prachtige voorbeelden, maar het is natuurlijk eigenlijk beschamend dat het nog maar twee zijn. Ja, en hele taaie voorbeelden, weet ik wel. Hele taaie voorbeelden ook. Ja. Dus dat zou echt groot moeten worden. Dat zou de ene kant zijn. De andere kant, en daar hebben we zelf in Rotterdam met het Rotterdams Woongenootschap ook met Woonstad een poging toegedaan. Kijk, je hebt als coöperatief initiatief, je moet starten en voordat je je financiering bij de bank los kan krijgen, is er 2 jaar verder en heb je heel veel geld moeten besteden, onder meer aan plankosten, voor grondreservering en dergelijke. Die periode moet je zien te overbruggen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Een van de methodes die wij hebben gezocht is om dat met ontwikkelpartners te doen. En een van die ontwikkelpartners was een corporatie. Okay. Daar zijn we ver mee gekomen. Maar uiteindelijk met alle compliance regels die er zijn. Alle bepalingen die gelden ten aanzien van een onderneming in de volkshuisvesting. Was het ontzettend ingewikkeld om daar ook verder mee te kunnen komen. Okay. We gaan zo even de eerste gasten aansluiten. Maar nog even tot slot. Hoeveel coöperatieve woningen denken jullie dat we de komende jaren kunnen gaan bouwen? Als we het echt goed aan... Wij vinden eigenlijk dat de helft van het middenhuurprogramma in heel Nederland gewoon coöperatief zou moeten zijn. Oké. Dus wij zeggen eigenlijk in 10 jaar moet je 100.000 coöperatieve woningen bouwen. Eigenlijk de enige gemeente die dat nou ook echt van plan is te doen bij het huidige college is Amsterdam. Die echt op grote schaal erop inzet. Maar wij denken dat er absoluut op grotere schaal nodig is. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, nou, we gaan de verhuurdersheffing afbouwen. Nu gaan de corporaties het wel doen. Maar ik moet zeggen, daar geloof ik helemaal niks van. Met mij nog een hele hoop andere mensen. Want die woningcorporaties, ze zijn blij dat dat gebeurt, daar niet van. Maar die woningcorporaties hebben 75% van de energiearmoede zit in hun sector. Dus er moet aan verduurzaming enorm veel gebeuren en geïnvesteerd worden. We hebben nogal wat berichten over achterstallig onderhoud die moet gebeuren. En er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen ontstaan. Dus er moet ook eigenlijk aan die sociale huurwoningen heel veel gebeuren. Ja. Dus we denken dat in het landschap van Nederland, dat eigenlijk die wooncoöperaties ook voor extra opdrachtgeverschap zorgen. Dat die middenhuur op een behoorlijke manier en ook op een vernieuwende manier gaat bouwen. Oké, dank. Prachtig. Nou, de eerste twee gasten gaan we aansluiten. Leonie Andriessen staat hier naast me, een woonexpert bij de gemeente Rotterdam. Wat is dat? Wat doet een woonexpert bij de gemeente? Die weet alles. Nee. Die weet alles. Ja, dat... Nee, die weet juist van heel veel dingen toch een klein beetje. En ook om goed te coördineren tussen al die verschillende opgaven. Peter gaf net al aan hoe ingewikkeld het eigenlijk en complex is ook, die hele woningmarkt. De opgave die er is, maar ook de financiële kant ervan. Maar die probeert ook nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën van buitenaf naar binnen door die organisatie in te brengen en kijken of we daar stappen in kunnen maken. Oké, dank. Francesco Veenstra, kerstvers Rijksbouwmeester, voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Ik wil met jou beginnen van, je hebt iets kunnen lezen van tevoren van het boek. Had je nou het gevoel dat dat ergens raakt aan waar jullie als Rijksadviseurs en als Rijksbouwmeester mee bezig zijn? Volgens mij raakt het heel sterk natuurlijk de sociaal-maatschappelijke kant van onze samenleving. En ik geloof er niet in dat de wooncorporatie de enige oplossing is in de woningbouw, zeker niet. Maar het is denk ik wel een absolute bouwsteen die we zouden moeten inzetten. Wat Peter ook aangeeft, de ambitie om in de komende jaren misschien 100.000 woningen in deze vorm voor elkaar te krijgen, is denk ik een hele goede ambitie ook. De vraag is wel hoe je dat gaat doen. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb inderdaad al een inkijk gehad, maar ik heb nog niet 133 pagina's kunnen verstouwen in een paar dagen. Maar waar ik benieuwd naar ben is of er ook mee wordt gegeven hoe in het verleden ook die corporatie hele goede voorbeelden tot stand zijn gekomen. En wat we daarvan kunnen leren. Hoe we dat in Nederland nu ook op een andere manier kunnen opzetten. En ook het ongemak wat groeiende is in de woningmarkt. Waar dit ook mee een van de puzzelstukjes kan zijn om dat ook te verbeteren. Hoe je dat ongemak ook nu echt kan aanpakken. Oké, mooi. Ik wou nog even terugkomen op het thema wat Arie net ook aanroerde over de kwaliteit die het meebrengt. Als ik het verhaal lees in die voorbeelden uit die buitenlandse steden, dan denk ik van, daar staan superlatieven af en toe, waar ik denk van, hier wordt, als het gaat om kwaliteit, het denken, de architectonische kwaliteit, community, leefstijlen, sociale vraagstukken met elkaar oplossen,
komt heel veel samen, duurzaamheidsvragen. Het lijkt wel of die wooncoöperatie alle grote maatschappelijke vraagstukken even mee oplossen. Dat is zo blijkbaar, als ik dat weet. Het is heel leuk. Mijn vrouw met enige weerzin is in onze 2 weken vakantie met mede München geweest dat die projecten krijgen. Ik kreeg er steeds meer lol aan. En dan loop je zo'n ontwikkelaarsgebied in en zij zag van grote afstand al wat coöperatief was. De vrolijkheid, houtbouw, groen, voorzieningen, mensen, kinderen, alles door elkaar. En je ziet natuurlijk in de grote transities waar we zitten. We kunnen nu, als je naar sociaal, cultureel en demografisch kijkt, kunnen we niet de woningvraag oplossen met allemaal eengezinsrijen woningen die uit die woningfabrieken komen. Er is eigenlijk een enorme vraag naar veel gevarieerdere woonvormen. Die ook niet alleen de duurzaamheid in het wonen verder brengt, maar ook in het leven, in de mobiliteit, in het voedsel. Ja, ik wil ook even naar Francesco de brug maken. Jullie, een centraal begrip volgens mij van jullie als Rijksadviseurs is publieke waarde. Jullie willen meer op, ook bij het Rijksvastgoed, meer op publieke waarde gaan sturen dan puur geld, zal ik maar even zeggen. Heb je nou ook de indruk, wat je hebt gehoord, gezien, hoort nu, dat wooncoöperaties daar echt heel vitaal in zijn? Ja, nou, wat ik ervan ken is dat het heel erg gaat over het delen. Hè? Dus het delen van processen, voorkant, het delen van ideeën. Ja, over wat nou precies kwaliteit is. Uiteindelijk ook het delen van het bezit en dat ook weer doorgeven. Hè? Dus het gaat niet over alleen het delen in het nu, maar zeker ook het delen in de toekomst. En dat is wel waar wij als college van Rijksadviseurs op dit moment enorm op sturen, ook met onze nieuwe agenda. Hè? Wij hebben onze nieuwe agenda de 22e eeuw begint nu genoemd. En wat we daarmee willen bereiken, dat is dat je echt veel verder naar de toekomst moet kijken om te ontdekken en wat daar mogelijk is, maar dus juist ook om handvatten te geven voor het nu. En dan zal je eigenlijk zien, hè, als je nu de trend die er op dit moment in de woningmarkt is, en die is niet van het afgelopen jaar, hè, die is echt al veel langer ingezet. Ik heb ooit voor mezelf eens uitgerekend dat mijn eigen huis ooit in 1995 ondertussen nu meer dan 300% in waarde is gestegen. Er bestaat niet iets anders in de wereld dan vastgoed wat zo enorm exponentieel stijgt. En de vraag is of dat houdbaar is. Nou, voor mij is het antwoord nee. En dus moet je op een andere manier gaan nadenken vanuit enerzijds het toekomstdenken, maar ook, en ja, nogmaals, ik hoop dat te vinden in dit boekwerk, ook hoe dat vanuit het verleden met deze voorbeelden ook is ingezet. En dat meer sturen op publieke waarde met Rijksvastgoed? Ja, dat is een noodzaak. Hè? Een noodzaak, maar doen jullie het al? Nou, dat is ingezet bij het Rijksvastgoedbedrijf als het gaat om al het bezit wat er is. Hè. Dat gaat over gebouwen, dat gaat ook steeds meer over gebieden. Ik merk, sterker nog, ik heb vandaag een aantal gesprekken met het Rijksvastgoedbedrijf gehad, juist over hoe kan je nou Rijksvastgoed inzetten voor de samenleving. En hoe ga je daarin om, want die moet ook echt op tafel liggen met die prijscomponent, speelt ook heel erg natuurlijk hier. En dat is wel een hele ingewikkelde. Hè? Hoe zorg je nou voor dat niet wordt gezien als overheidssteun? En dat wij, en daar ben ik in vocabulaire ook mee bezig, dat we die overheidstuin juist omzetten in het begrip maatschappelijke meerwaarde. Dus het gebeurt, maar het moet natuurlijk nog een veel groter zwaartepunt krijgen. Vooraf even over het voorbeeld van de Marseillais-kazerne in Maastricht. In december verkocht aan een lokale coöperatie. Ja. Om daar in het kader van skills in de stad met de jeugd die ze doen met wonen, werken, zorg. En volgens mij is dat wel een heel mooi voorbeeld waar dat echt daar gebeurt, op maatschappelijke meerwaarde ja, sturen. Ja, dat gebeurt daar, als overigens de uitkomst ook van een initiatief van het college. Zeker ook van mijn voorganger. Dat initiatief is ook op andere plekken in Nederland geweest. En dat komt niet heel makkelijk van de grond. Hè. Dus het helpt om goede voorbeelden te hebben. Daarom is het ook zo goed in dit werk dat jullie die voorbeelden ook laten zien. Maar vanuit de Rijksoverheid moeten we dat natuurlijk ook laten zien en vervolgens ook de daadkracht tonen. Ja. Oké, okay. Leonie, wat riep het bij jou op voor zover je het hebt kunnen bekijken? Nou, Arjen, ik grapte van tevoren al dat we dit boek eigenlijk een aantal jaar geleden al hadden moeten hebben. Want net werd al even gerefereerd natuurlijk aan de zoektocht in Rotterdam. En je merkt, dat is ook echt een zoektocht geweest. Hè? Hoe lang eigenlijk, nou dat zie je in het boek. Het is iets wat al heel lang geleden eigenlijk natuurlijk is opgestart. Waar de huidige corporaties eigenlijk het vervolg van zijn.
Maar toch is het iets nieuws. En ik denk dat dat ook wel maakt dat in heel veel gemeenten het ook spannend is om hiermee aan de slag te gaan. Want waar zeg je eigenlijk ja tegen? En is het inderdaad datgene wat beloofd wordt dat het zal zijn? Het idee zijn we natuurlijk enorm enthousiast over. En herkennen we ook die behoefte die er is om juist... Ja, er is toch een soort gat, moet ik maar even ontstaan. Of zien we ontstaan. Dus, was jij ook betrokken bij het Rotterdam Woongenootschap, alle onderhandelingen om die een plek te geven? Ja. Want het is eigenlijk ook volgens mij deels ontstaan op een stadsmakerscongres hier in Rotterdam. Maar we zien hoe belangrijk die congressen zijn. En van daaruit zijn we verder gesprekken gaan voeren. Oké. En wat was het meest taai? Want het is uiteindelijk niet gelukt. Nee. Ik denk dat het ingewikkelde is eigenlijk dat we het proberen in te... Kijk, als stad ben je continu aan het ontwikkelen. Continu ook gebieden van de grond te krijgen. En je hebt een schaarste aan de ene kant aan plekken en aan middelen. En die moet je zo effectief mogelijk, noem ik maar even, ook voor die stad proberen in te zetten. En dan kom je op het punt wat ik eigenlijk net al zei. Dan komt er een nieuw initiatief voorbij. En ja, hoe ver wil je daarin meebewegen? En wanneer vind je het nog als gemeente ook te verantwoorden? Hè, om daar misschien extra financiële stappen in te maken. En ik denk dat wel die schuring tussen aan de ene kant een schaarste en toegang aan publieke middelen en grond. En aan de andere kant de nieuwigheid, hoewel het niet nieuw is. Maar toch, hè, in de huidige praktijk, dat daar dus de grote spanning zit. En is het klimaat, je zei een paar jaar geleden, wel boek moeten hebben. Is het klimaat gunstig in Rotterdam nu om die slag te maken? Nou, de situatie op de woningmarkt maakt dat we toch echt ook open naar dit instrument moeten kijken. Hè. We zijn ook, de druk was al groot op het middensegment, komt net ook al even voorbij. En die groeit alleen maar als we kijken, terwijl er een grote behoefte is. En we ook als gemeente natuurlijk en samen met het Rijk aan het kijken zijn, wat zijn nou instrumenten die je in kunt zetten? Ook om te zorgen dat die prijzen betaalbaar blijven in dat segment. Want je kunt er wel in ontwikkelen, maar voor je het weet als het vrije markt is, schiet het weg. En een ander punt wat Peter al aangaf, je wilt ook voorkomen dat het een soort hele kleine hokjes allemaal worden. En dat is natuurlijk juist wat ook vanuit de wooncoöperatie wordt getracht om te kijken, kun je een meer divers palet aan woningen realiseren. Oké. En waar ligt het zwaartepunt om echt die doorbraak te krijgen voor coöperatie bij het Rijk of bij de gemeente? Waar moeten we zijn? Ja, voor mij gaat de gemeente over plannen, hè, maar vanuit het Rijk moet daar absoluut in worden gestimuleerd en moet ook worden bijgedragen. Dus vanuit mijn rol kan ik af en toe ook ergens bijdragen om een plek letterlijk los te krijgen. Vanuit het Rijksvastgoed kan dat soms. Je hebt zelf het voorbeeld genoemd. Er is heel veel Rijksbezit, hè, dus er valt ook heel veel ook echt in te zetten. Zeker ook in de transformatie die nu ontstaan. Wat ik ook zie is dat vanuit het Rijk naar de gemeentes toe en ook andersom die samenwerking op een aantal fronten ook beter kan. En ook daar wil ik me graag voor inzetten. We gaan helaas Francesco wisselen voor iemand. Dus helaas, maar voor hem. Je krijgt straks twee boeken mee. Eén voor jezelf en één om door te geven. Heb je al bedacht wie dit ook echt moet lezen in jouw omgeving? Ik wil eigenlijk een groter stapeltje meenemen dan slechts een enkel boek om uit te delen. Ik kom zoveel mensen tegen. Volgens mij krijgt Hugo de Jonge vandaag digitaal ook een boek toegestuurd. Dus dat is niet degene waar ik hem aan overhandig, maar wel misschien de DG Wonen binnen het ministerie van BZK, waar ik regelmatig mee spreek. Dat is volgens mij ook wel echt een plek waar dit verhaal op het bureau moet liggen en het liefst onder het hoofdkussen. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Heel fijn. Even met Leonie gaan we even verder over welke instrumenten je lokaal nu in kunt zetten om echt die coöperaties, de auteurs spreken over een hellend glijvlak creëren. Speelveld. Speelveld, hellend glijvlak, hellend speelveld. Als alternatief voor de vaak geroemde level playing field. Dat je echt een paar speelregels nodig hebt die coöperaties de wind in de rug geven. En niet alle ballen op de commerciële markt. Waar denk je dan aan wat je dan lokaal daaraan kan en moet doen? Het is misschien ook wel goed om te noemen dat we inmiddels ook lokaal een actieplan hebben. Hè, mede ingegeven ook door de ervaringen met het woongenootschap. Dus het betekent aan de ene kant vind ik dat je als gemeente moet zorgen dat je organisatie op orde is. Daar hebben we stappen in gemaakt met een aanspreekpunt. Iemand die ook organiseert dat mensen die interesse hebben ook kennis kunnen ontwikkelen. En met elkaar ook delen van hoe pak je zoiets aan.
Maar ook een breder palet. Hè. We hebben ook mede op een nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad ook een aantal vastgoedcomplexen in de markt gezet. Juist ook voor wooncoöperaties. En het is denk ik zoeken naar wat zijn nou goede plekken. Ik zei net al, we zijn toen aan het zoeken geweest naar plekken waar ook al heel veel verwachtingen waren van wat er zouden moeten komen. Wat zou het moeten opleveren aan middelen. Middelen die we hard nodig hebben, ook als gemeente natuurlijk om voor andere opgaven in te kunnen zetten. Dus het is ook goed nadenken welke plekken passen nou bij deze woonvorm. Gemeente Amsterdam loopt een beetje voor. Hè? Ja. Sommige mensen zeggen, ja, dat heeft ook met hun erfpacht misschien te maken. Maar zie je daar dingen gebeuren waar je zegt, dan mag Rotterdam ook wel heel snel bij aansluiten? Nou, ik moet natuurlijk zelf even voorzichtig zijn met wat ik zeg, hè, want we staan aan de vooravond. Kijk, er zijn verschillende instrumenten waarvan je zou kunnen zeggen, hey, die kun je verkennen. Dat Francisco zei het net ook al. Ik denk dat het boek mooie aanknopingspunten biedt om dat eens nader met elkaar te gaan verkennen. Van wat van die instrumenten die genoemd worden, hebben nou echt de kans om door te ontwikkelen met elkaar. Oké, heel fijn. Goed, je hebt een nieuwe buurman gekregen. Walter de Boer, CEO van BPD. Welkom. Ook maar even de open vraag. Je hebt misschien iets kunnen kijken vooraf van het boek. Wat riep het bij je op? Ik zei tegen Peter de binnenkomst. Ontzettend leuk boek. Ontzettend leuk. Mooi werkdocument. Okay. En ik denk dat veel inspiratie oplevert bij het projectmanagement. Okay. Kortom, de brigadiertjes die er elke dag voor moeten strijden om dit voor elkaar te krijgen. Wie zijn die brigadiertjes? Alle projectmanagers die in het projectontwikkelingsvak werken. Oké. Okay. En die dit moet stimuleren. Okay. Klopt het dat Peter je mee heeft genomen naar een of meerdere van die steden waar we het steeds over hebben? Nou, wie heeft wie uitgenodigd? Maar we zijn met de hele club 3-4 jaar geleden. Huh? Basel en Zurich. Ja, Basel en Zurich. Ja. Ik denk ongeveer alle ontwikkelmanagers. Ja. Oké. Okay. En wat heb je er gezien waarvan je dacht, wauw, heb je er iets gezien? Ik ben er zelf wel mee bekend, maar... Ik denk dat voor heel veel mensen heel veel inspiratie opgeleverd heeft. Maar tegelijkertijd ook hoe moeilijk het is om het te organiseren. Ja, ja. We zijn met een aantal projecten bezig. En toevallig dat er nu in Amsterdam eentje doorgaat, ons nieuwe hof. Na 2-3 jaar hard werken. Een project van 35 appartementen. Maar dat valt niet mee. Okay. En als eerste, als reactie op het boek naar jullie toe dan, en ook misschien naar de beweging, voor zover het zou kunnen ontstaan, bij binnenkomst en dit mooie gebouw aanziende, ligt op mijn bureau, mijn tafel in Amsterdam, het boek van Boei, 25 jaar ploeteren. En we zijn zelf de initiatiefnemer geweest van Boei, eind jaren 90. En dat zou ik ook mee willen geven hier, dat wil je hier wat van maken, zorg dat er een expertisecentrum komt, dat er een platform komt waarop iedereen geholpen kan worden, zowel naar publieke kant toe als private kant toe. Want elke keer is er nu opnieuw weer het laten horen en proberen daar begrip voor te krijgen. Jullie pleiten ook in je boek voor een landelijk expertisecentrum en lokaal. Ja, het is heel belangrijk. Ik zou de landelijke overheid ook wat gaan doen, dat het begrip wooncoöperatie helder gedefinieerd wordt. Of aan welke eisen het moet voldoen om een aantal mogelijke uitglijders die het instituut zou kunnen hebben ook te voorkomen. Dat zit in de Amsterdamse regeling ook. En dat de banken, de financiers en ontwikkelaars en iedereen gewoon weet. Dit voldoet dat keurwerk, als ik het zo mag noemen. En ook een aantal modellen waarmee groepen die dat willen doen ook sneller vooruit kunnen. Niet elke keer het wiel opnieuw hoeven in te vullen. Dus ik ondersteun het heel erg wat Walter zegt. Dat zou heel erg kunnen helpen. Dus, ja, dat kun je als nationale overheid, of nieuwe minister, zou dat eigenlijk in 2-3 maanden tijd kunnen opzetten. Er zijn natuurlijk ook een aantal netten. Ja, zeker. Kooplink in Amsterdam. Ja. Dus er zijn een aantal lokale centra die ermee bezig zijn. Dus het komt eraan dat je dat even goed organiseert, bij elkaar haalt, denk ik. Ook als intermediair naar waarschijnlijk financiers toe. Ja, dus, en wat je nu ziet is dat het eigen vermogen, dat is vaak niet optimaal om eventjes diplomatiek uit te drukken. 30% wat vaak de bankaire omgeving vraagt, is er niet. Met lang onderhandelen lukt dat naar 15% toe misschien. Maar veel van deze groepen komen vaak niet verder dan 5%. Ja. Dus wat zou je nou kunnen doen om hier een bijdrage aan te leveren? Willen jullie dat? In Amsterdam toevallig. Maar dat is, moeten we een keuze maken nu. Dat moeten we de komende week doen. Dus een mogelijkheid dat wij een aanvullende lening verstrekken. Niet als een uitgestelde laatste betaling, aanneemsom.
Daarmee kan je het reglementair nog netjes doen. Of je zal, en dat platform 31 heeft dat uitgewerkt, naar een beheerscoöperatiemodel gaan werken. Wat een tussenliggende functie heeft, totdat de waarde opgebouwd is, als het ware. Dat zijn twee mogelijkheden. En daarna staat en valt het gewoon bij de grondprijs. En het grondregime. Ja, dus de tenders. Zouden jullie nou ook tegen Rotterdam zeggen, doe eens wat, eigenlijk logisch dat jullie het met de grondprijs doen voor die coöperaties. Dat dat toch gedifferentieerd wordt op een andere manier dan nu gebeurt. Ik denk uitgebreid is erfpacht aan bod gekomen. En ik denk dan misschien wel dat je daarin moet zien. Los even van het ideologische standpunt. Ik vind, als je vanuit de maatschappij dit aanbiedt, dan moet er ook wel een vorm van controle en beheersing op plaats kunnen vinden. En het erfpachtstelsel kan dat heel goed voorzien. Gedurende 60 tot 100 jaar. We gaan even afscheid van Leonie ook nemen. Yes. In een changement weer. Leonie, jij krijgt ook een doorgeefboek. Aan wie, ja. Wie moet het bij de gemeente Rotterdam of elders van jou krijgen? Ja, we staan, je zei het net al, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik denk de nieuwe wethouder, of in ieder geval de wethouder die dadelijk de mooie rol op zich mag nemen in Rotterdam. Ook wel met een kleine toelichting van hoe onze ervaring tot nu toe zijn geweest. Maar ik denk, nogmaals heel mooi naslagwerk om. Jij gaat het aan de nieuwe wethouder geven. Dat ga ik doen. Helemaal goed. Neem mee. Dankjewel. Neem ze mij mee. Dankjewel. Helemaal goed. Gaan we nog even, hebben jullie nog vragen naar Walter? Die grondprijzen, de enorme prijsstijging van de woningen overal in de wereld is voor belangrijk prijsstijging van de grond. Maar wat wel belangrijk is, is dat je eigenlijk erkent dat met de beperkingen die de coöperatie heeft en ook wel aanvaarden en die ook de gemeente zou kunnen opleggen wat mij betreft, aan doelgroepen toewijzen, een heel langdurige binding. Aan die doelgroep een lagere aanvangshuur, een lagere huurstijging en nimmer verkopen. Die kun je rekenkundig, dat hebben we het boek ook aangegeven, allemaal uitrekenen. En dan moet die grondprijs eigenlijk ook dienovereenkomstig omlaag. En dat is eigenlijk ook wennen nu voor de gemeente, maar zo zit het eigenlijk wel in elkaar. Sterker nog, ik denk eigenlijk dat met die beperkingen iedereen die ernaar kijkt zou zeggen, nee, dan kun je niet meer dan dit voor de grond betalen. Dus daar zit denk ik een enorm belangrijke factor. En de erfpacht kan daarbij dan ook extra waarborgen bieden dat dan nimmer een euro in een particuliere zak verdwijnt. Dus dat vind ik als sluitstuk van het systeem mogelijk ook nog financiering ook wat van belang. Ja. Dus de erfpacht komt weer helemaal terug op het podium in Nederland. Dat is wel een nuttig instrument voor wooncoöperaties, zeker. Ja, goed. Goed, we hebben een nieuwe gast erbij, Aart Kooijman. Ik heb staan sectorspecialist wonen Rabobank en vond op je profiel het mooie allitererende trio corporaties, collectieve coöperaties, sinds kort zat erbij. Kun je iets meer vertellen hoe jij je daarmee bezighoudt bij jouw bank, Rabobank? Ja, mijn bank. Ik ben onderdeel van de Rabobank, ik ben er erg content. Wij zijn eigenlijk elke dag non-stop met collectieve, coöperatieve woonvormen bezig. Met een team van mensen. Het staat bij ons echt top of mind, omdat wij gewoon echt zien dat, zoals ook door de schrijvers van boeken is aangegeven, wat je op LinkedIn leest elke dag, de kranten erop naslaat, het is zodanig hot and happening. Hier ligt een belangrijk deel van de oplossing van de woningmarktvraagstuk. Niet alleen voor nu, maar ook om te voorkomen dat wij over 40, 50 jaar hetzelfde probleem weer gaan meemaken. Ja, Dat is dus jullie als Rabobank zijn er actief mee bezig? Heel actief. Ja. We moeten altijd naar een Duitse bank om geld te krijgen. Maar dat klopt dus niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, die zijn niet nodig. Die zijn niet nodig. Want jullie nodig gehad, kunnen het zelf bieden. Klopt dat, heren? Jullie hebben een analyse gemaakt. Nou, ik ben heel blij dat Aart met zijn mensen zo hard hier aan trekt. Dat daarmee de situatie ontstaat dat we gewoon met de Nederlandse bank ook gefinancierd kunnen krijgen. Want de eerste coöperaties hebben inderdaad gefinancierd met de GLS-bank. En daar komt een beetje terug dat punt dat ik net zei. Wat is het nou precies, dat instituut? En welke instrumenten passen erbij? Dat is natuurlijk in Duitsland 100 jaar praktijk. Dus er is een veel langere praktijk. En de banken daar hebben ook gezien dat het een zeer solide debiteur is. Want dat is er nooit even failliet gegaan. Want als het failliet gaat, dan verliezen de leden niet alleen hun eigen kapitaal inbreng als eerste, maar ook het dak boven hun hoofd en hun gemeenschap. Dus dat komt gewoon niet voor. En dat vertrouwen moet natuurlijk ook groeien, dat je met de juiste instrumenten ook inderdaad als bank gewoon zeker bent dat je geld terugkrijgt. Ja, klopt. Oké, dus
heel solide. Dus het is een solide verhaal. En Rabobank heeft al tientallen jaren collectieven gefinancierd. Alleen het stelsel in Nederland, het systeem in Nederland, is eigenlijk niet ingericht op deze financieringsvorm. Okay. Dus we hebben gewoon te maken met of huren of kopen. En juist in dat middengebied waar dit over gaat, waarbij je dus eigenlijk huurt van jezelf als collectief. Ja, daar hebben we gewoon het stelsel niet voor. Dus dat is een ingewikkelde vraag, maar daar komen we uit. Daar komen jullie gewoon uit? Ja, ja, absoluut. En er is niet intern bij de Rabobank, zeggen ze, ja, jij hebt wel iets met die coöperaties, maar dat is voor ons te ingewikkeld. Nou, dat ik wat met de coöperaties heb, dat klopt. Maar dat ze zeggen dat het ingewikkeld is, dat klopt niet. Oh, dat klopt. Het is zelfs zo dat Walter vertelde mij dat net toevallig toen we hier stonden, dat zelfs dus de groepsdirectie ook richting BPD heeft aangegeven dat de ambitie van de bank is om echt grootschalig mee te helpen in het financieren van coöperatieve loonvormen. Oké, okay. Nou, dat is nieuws. Dus eigenlijk alle signalen staan op groen. Wat mooi. Ja. Het systeem is daarmee niet zo dat we morgen gelijk eens kunnen opschalen. Er is gewoon heel veel voor nodig. Maar de intentie en de bereidheid en de middelen zijn ervoor om dat gewoon te volgen. Ja. Oké. En hebben we, heren, gewoon de banken hiervoor nodig? Want het gaat om voorfinanciering, hypotheekvertrekken van alles. Coöperatie is een onderneming, hè, die van in gemeenschappelijk bezit van de leden. Die werkt zonder winstoogmerk. En die maakt dan een prachtig woongebouw, maar dat moet gefinancierd worden. En dan met de hypotheek bij de bank wil je dus 70-80% met een bankaire financiering doen. En dan heeft Walter ook gelijk dat die middengroepen kunnen eigenlijk niet veel meer in onze ogen als 5-10% inbrengen. Ik moet zeggen, in Duitsland brengen ze meer in hoor, 20-30%. Dus we hebben ook nog dat punt van die achtergestelde leningen, die overbrugging die nodig is tussen die bankfinanciering en die ledenkapitaal. En dat vind ik dan het mooie van de Amsterdamse regeling. En ook overigens van de regeling die de huidige minister bij VWS heeft gemaakt voor ouderen en zorg. Dat die dus voorziet in een 15-jarige overbrugging van dat gat tussen ledenkapitaal en bankkapitaal. Ja. En als we dat doen in Nederland, dan zijn we in één keer klaar. Okay. Het is dus heel belangrijk dat de gemeente, want daar zou het Rijk ook een rol in spelen, ik vind eigenlijk ook de partij als BPD ook wel, dat die eens gaan meedenken hoe je dat zou kunnen doen. Ja, want nu zie je, en dat zie je nu bij bijvoorbeeld bij de coöperatie De Nieuwe Meent in Amsterdam. Hè, een van de twee die daar, De Warre is de eerste, Nieuwe Meent is daar nu op gevolgd. Die lieten een diagram zien van hun financieringsopbouw. En dan zag je inderdaad een groot stuk lening bij de bank, een deel eigen kapitaal. En daarna allemaal fragmentjes die gingen over, we hebben hier een fonds aangevraagd, we hebben crowdfunding zo gedaan, we hebben crowdfunding nog een ronde gedaan. En dat is ontzettend veel werk om dat voor één woongebouw te doen. Dus de snelheid van de bouwopgave waar we mee te maken hebben, maar ook gewoon waar moeten mensen hun tijd in steken. Ik zou mijn tijd echt liever in iets anders steken dan een financiering rondkrijgen. Maar goed, de smaken verschillen misschien. Maar het is belangrijk en het geeft volgens mij aan dat daar nu relatief heel veel energie en aandacht in moet zitten, terwijl daar een enorme potentie ligt om dat te versnellen. Ja. In Oostenrijk ook wel een mooi voorbeeld uit, dat daar is dus eigenlijk een aparte bank opgezet die obligatieleningen uitzet om die achtergestelde leningen te financieren. Dat trekt heel veel particulier geld aan. En die krijgt gewoon een redelijke rente met een behoorlijke zekerheid daarachter. En dat, daarmee worden eigenlijk 15-jarige obligatieleningen gemaakt die aan die operaties worden gegeven. Ja, nog even naar Aart. Jij zou een collega meenemen, maar die moest helaas in quarantaine. Maar ik heb er even opgeschreven, die is bezig met een coöperatief convenant. Kun je daar iets over vertellen wat dat is? Het coöperatief convenant is iets wat de bank breed gedaan heeft. Mijn collega is werkzaam in de uitvoering van thema's die daaruit voortgekomen zijn. Wij zijn een coöperatieve bank, wij hebben miljoenen leden en we hebben met onze leden, uiteindelijk zijn dat er een aantal duizenden geweest, zijn we gekomen tot een aantal thema's per kring. We kennen 14 kringen in Nederland binnen de bank. En die thema's die uit die discussies met de leden gekomen zijn, die hebben we in ons coöperatief convenant opgenomen onder de noemer brede welvaartsmonitor. Okay. Dat is een begrip wat vaker gebruikt wordt inmiddels. Zeker. En daarin is wonen op stip in alle 14 kringen op nummer 1 terechtgekomen. En we hebben in onze 14 kringen per thema, 5 thema's, hebben wij een themadirecteur aangesteld, in ieder geval benoemd, die dus met dat thema in dat gebied aan de gang gaat. En mijn collega, die er nu helaas niet is, die heeft dus voor dit gebied die taak op zich om eigenlijk de verbinding te maken met stakeholders, zoals gemeenten, zoals woongroepen, naar alle initiatiefnemers die je kan bedenken, om juist dat spel, niet dat financieringsvraagstuk, dat moet zo
vloeiend mogelijk lopen. Dat moet gewoon, als je voldoet aan kernen, wat jij net ook al zei, dat je zegt van als je voldoet aan een blauwdruk, dan is het geld er gewoon. Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat je niet zoals de nieuwe gemeente moet gaan stapelen met financiering. Ja, ja. Rampzalig. Okay. Ja. Als je voldoet aan de norm, dan is het voorspelbaar financieren. Kunnen we ook schaal maken, kunnen we snelheid maken. Want willen we echt hier een verandering maken, dan moet je binnen de komende jaren gewoon 100.000 woningen realiseren op deze manier. Dat het niet eenvoudig zal zijn, ja, dat weten we allemaal, maar het gaat om de ambitie. Okay. Hebben jullie ook last van wat jij in het begin zei, Peter, die verwarring dat de coöperaties worden genoemd die geen echte zijn? Er wordt zelfs over een keurmerk voor coöperaties gesproken. Ja. Is dat voor jullie belangrijk? Of? Ja, het aspect van financieren, dat kan je heel, daar kan je heel lang over praten. We hebben het hier over een financiering aan een onderneming, in ieder geval aan een zakelijke entiteit, waar eigenlijk particulieren, ja, als belanghebbend achter zitten. Dus qua zorgplicht heeft de bank eigenlijk te maken met een verdiepte zorgplicht naar die particulier. Ja, ja. Dus dat maakt dat wij er belang bij hebben dat het initiatief zo goed mogelijk ondersteund wordt in zijn structurering en in zijn statuten en dat soort zaken. Ja, ja. Okay. Dus op het moment dat een initiatief zich leent, bijvoorbeeld ondersteund wordt door een Kooplink of een ander op te stellen instituut, andere adviseurs eromheen, een notariaat wat zich op de juiste manier met de statuten bezighoudt, gestandardiseerd, waar ook de jaarrekening, het beheer van het vastgoed, zeg maar, laat zich goed plaatsvindt. Allemaal wel natuurlijk onder aansturing van de leden zelf, maar wel met goede begeleiding. Daar hebben we eigenlijk met elkaar een raamwerk gecreëerd. Ja. Ja, waar je zonder problemen als bank ook van kan zeggen, als je aan deze checklist voldoet, hier is geld. Okay. Zo wordt het doen. Zo gaan we doen. Ja. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, het succes van Amsterdam hangt ook aan die drie pijlers. Hè. Ze hebben hun grondbeleid erop aangepast. Ze hebben modelstatuten en reglementen. En ze hebben een financieringsregeling om dat gat te overbruggen. Dat is correct. Daar zitten nog een paar haakjes aan in het Amsterdamse model. Die moeten we nog even oplossen. Walter, jij wil wat zeggen? Het model ziet ertoe tot net onderkant middenhuur. Ja, dat is te laag. Naar boven gebeurt niks. Oké. Okay. Dat is wel een ding. Maar 900 euro is te laag. Oké. Ik denk dat de minister er zo in komt. Jij wou nog iets zeggen, Walter? Want ik denk dat dit uiteindelijk, de hele financieringsstructuur en de bekendheid ermee en ook de wil er zonder meer is, zelfs het enthousiasme, in die grote investeringsopgaven die nu tegemoet gaan, moeten we oppassen dat die nuance van deze type ontwikkelingen, ook de culturele bijdrage, er gewoon blijft. Meestal zag je ook met de Vinex, op een gegeven moment verdwijnt hij onder de wals van producties. Ja. Maar er is iets anders natuurlijk opkomst en je gaf het net aan met München. En wij klagen natuurlijk heel erg over de Nederlandse situatie, maar dat is in Europa altijd wat langer aan de gang. Onze kostontwikkelingen staan nu echt al een tijdje onder druk in de zin dat het veel meer naar boven toe gaat. Ja, ja. Dus met andere woorden, de hele financieringsopgave is één, maar ik zie de kostenontwikkeling in de ruimte. Klimaat, duurzaamheid, energie, ook de bouwkosten, zie je nog veel meer stijgen. Ja. En dat wordt waarschijnlijk de echte moeilijke problematiek die we tegemoet gaan zien. Oké, dat is een belangrijke kanttekening. Daar hebben we geen oplossing nu voor, vrees ik. Dat is wel een belangrijke. Hoger dan in Nederland. En wij volgen. Ja, daar hebben we ook veel last van gehad door onze Rotterdam Zorggenootschap jaren. Ja. Dus eigenlijk steeds ingehaald door die bouwkostenstijging. Daarmee steeds minder voor de grond kunnen betalen. Ja. Want eigenlijk redeneren wij ook residueel, als ik het zo mag zeggen. Dat uit de cashflow die de corporatie heeft met betaalbare huren, daar blijft eigenlijk een bedrag over wat je voor de grond over kan hebben. En als die kosten steeds hoger worden, wordt dat stukje steeds kleiner. Dus daar hebben we ook last van gehad. Dat betekent maar dat die bewoners super effort is. Ze moeten ondersteunen. Ja. Ja, dat is zo. Dat is een moeilijk vak. We zijn ontzettend blij met de Erwin hier ook. Wij hebben natuurlijk in het rekenkundige deel van het boek ook bijzonder geholpen. En wij willen dat ook graag uitleggen aan alle mensen die groepen beginnen. Want je hebt inderdaad wel essentieel inzicht in zo'n business case nodig om te begrijpen hoe dat werkt. Als je als bewonersgroep ook erop wil gaan sturen. Oké, okay, dank. Heren, ook aan jullie even de vraag, aan wie gaan jullie het tweede boek geven? Is wie binnen jullie eigen organisatie of omgeving moet dat ook lezen? Theo Kapel, voorzitter van Nieuwhof in Amsterdam. De coöperatie die volgende week zijn handtekening gaat zetten. Oké, okay. Mooi. Leuk. Dank. Ja. Ik heb er 14 nodig. 14? Want ik ga natuurlijk, dat is natuurlijk een grapje, maar ik ga om mijn 14 collega's die thema's lokaal gaan bedienen. Die wil ik graag met dit boekje op de hoogte stellen van de kansen en de mogelijkheden die er zijn. En het boek, en met name ook dat plan-economisch stuk, daar zit er gewoon hele goede kern in om de financieringsopbouw op te baseren. Ja. Oké. Okay. Dank. Hoi. Volgens mij is de minister er al in.
Ja? Dan gaan we de minister uitnodigen. Blijf jullie rustig staan hier? Ja. Ja, ik heb beeld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, welkom. Fijn dat u het boek Operatie Wooncoöperatie in ontvangst wil nemen. Dag minister De Jonge, welkom in deze uitzending. Ik weet niet wat u net van Frans heeft gehoord, maar we hebben dus ons prachtige boek, wat als het goed is ook bij u ligt en wat we u met heel veel plezier willen aanbieden. Ik heb een kort woordje. Naar beneden houden, nog niet. Kort woordje voor u. Ik heb een kort woordje. Een hardloopmaat van mij schrijft u de uitspraak toe. Ik kan niet toveren, maar wel heel hard werken. Herinnert u zich hem? Ja, hè? Zeker weten. Ja. Nou, dat komt goed uit, want er is werk aan de winkel. We zitten midden in een wooncrisis, zoals u weet, die ook een diepe maatschappelijke crisis is. En het is daarom voor ons een eer dat we een exemplaar van het boek Operatie Wooncoöperatie uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit aan u kunnen aanbieden. Want u hoeft niet te toveren. Als u de juiste voorwaarden schept, dan zullen burgers dat zelf doen. Dan zullen ze 10.000 coöperatieve woningen per jaar kunnen realiseren. En de experts hier hebben dat net bevestigd dat dat realistisch is. Op basis van een solide bedrijfsvoering die betaalbaarheid en duurzame beschikbaarheid voor de doelgroep ook op de lange termijn garandeert. Ze zullen zelf voorzien in betaalbaar wonen. Voor de middengroepen die nu tussen de wal en het schip vallen in de Nederlandse woningmarkt. Maar ook voor de brede doelgroep van de volkshuisvesting. En ze zullen voorzien zelf in passende en innovatieve woonvormen waarin wonen, zorgen, werken en ontspannen samenkomen. Voor kleine huishoudens, maar ook voor gezinnen, voor jong en voor oud. En ze zullen voorzien in solidariteit met elkaar en met anderen. Ons boek dat beschrijft de condities die dat vraagt en de resultaten die dat kan opleveren. Veel daarvan hoort op de agenda's van de nieuwe stadsbesturen die straks in maart zullen aantreden. Maar dat is niet genoeg en we zijn blij dat u net aangetreden bent als nieuwe minister van met de V van Volkshuisvesting en van Victorie. Ook het Rijk schept namelijk randvoorwaarden. Uw heel hard werken is volgens ons heel hard nodig voor deze vier punten. Als eerste, het helpt als u helpt een eenduidige definitie te scheppen van de wooncoöperatie als coöperatieve vereniging. Dat geeft de wetgever, banken, gemeentes en bewoners vertrouwen en duidelijkheid over het maatschappelijk karakter van deze organisatievorm. Het tweede, sinds 2015 is in de woningwet de mogelijkheid opgenomen dat woningcorporaties eigendom en beheer overdragen aan een coöperatie van hun huurders. En dat is nog maar beschamend weinig gebeurd. Maakt dit onderdeel van de prestatieafspraken met de corporaties. En als er dan corporatiebezit verkocht moet worden, dan zo. Als derde, een landelijk revolverend fonds voor plankosten en overbrugging van het financieringsgat tussen de maximale financiering van de bank en de inbreng van de leden met het kapitaal van de bewoners. En de regeling wonen en zorg die u bij VWS instelde voor initiatieven voor wonen en zorg, dat is eigenlijk een prachtig precedent. Als u dat nou verbreedt en vasthoudt, dan zijn we voor dit punt kunnen we hem al afvinken. Als vierde, het Rijk is eigenaar van grond en van vastgoed. Stuur bij de uitgifte van die grond en de verkoop van dat vastgoed niet alleen op het hoogste bod, maar ook op de maximale maatschappelijke waarde. Dat is een pleidooi wat uw Rijksbouwmeester ook reeds hier deed. Tot slot, soms lijkt coöperatief wonen op toveren. 100 jaar oude wooncoöperaties die woningen verhuren voor 1/3 van de prijs die de vrije markt rekent. Woningen die niet steeds duurder worden, maar juist na verloop van tijd betaalbaar worden voor iedereen. Een stad die na een referendum 1/3 van hun nieuwbouw door coöperaties laat realiseren. En nieuwe coöperaties die zich oprichten op de schouders van de oude. Je gelooft je ogen niet, maar het kan echt en het bestaat. Gaan uw handen al jeuken, is mijn vraag. En de tijd is nu om ons boek uw kant op te toveren. Kijk, we hebben Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag daar een kunstje in zitten doen. Maar met onze technische vermogens hebben we toch iets anders nodig. Dus als u hem nu omhoog houdt, dan geloven we dat het gelukt is. Hugo de Jonge. Ja! Prachtig. Prachtig. Goed. Zeer veel dank. Ja, echt zeer veel dank. Misschien mag ik iets terugzeggen op de... Zeker. Op de punten. Nee, ik vind het fantastisch. En ik vind het leuk dat je refereert aan alles wat we rondom wonen en zorg hebben gedaan. Want zeker rondom wonen en zorg is die coöperatieve benadering eigenlijk een hele mooie. Er zijn er echt ook hele mooie voorbeelden in het land. Alleen, ja, wat vaak zo is, het is heel taai in het tot stand brengen ervan. Er zijn heel veel drempels die moeten worden beslecht. Dus je hebt hele fanatieke en
toegewijde en gedreven initiatiefnemers nodig. Nou, hebben jullie ook een hele hoop. En wat je inderdaad moet doen, is al die drempels beslechten. Om te zorgen dat dat coöperatieve wonen, dat wordt gestimuleerd. Of je er echt die aantallen mee gaat halen die je noemt, die 10.000, ja, blijkbaar fantastisch. Maar of het echt kan, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ook hier een oplossing in zit van de wooncrisis. En een hernieuwd eigenaarschap, misschien moet ik het zo noemen, van een gemeenschap rondom het wonen. Want ik ben er nu nog maar, anderhalve week in charge op deze portefeuille. Maar wat ik zo ongelooflijk mooi vind aan de portefeuille volkshuisvesting, en ik zeg heel bewust volkshuisvesting, omdat dat de overheid weer opnieuw bepaalt bij wat eigenlijk de taak is in dit domein, namelijk toch echt het zorgdragen voor een dak boven het hoofd van de mensen die daar niet zomaar zelf voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Dus ik bedoel het heel bewust als volkshuisvesting in mijn portefeuille. Ja. Maar het mooie vind ik, het is eigenlijk een ongelooflijk sociale portefeuille. Je zou kunnen zeggen, als je van de zorg naar de volkshuisvesting gaat, dan ga je van mensen naar bezig zijn met steden, maar dat is niet zo. Want eigenlijk is volkshuisvesting is eigenlijk gemeenschapjes bouwen. En wat is er nou mooier dan een groep mensen die zelf het heft in eigen handen neemt en zegt, wij gaan ons eigen gemeenschapje bouwen. En wij denken ook dat we dat beter kunnen dan dat het voor ons wordt gedaan. Ik vind het fantastisch. Ik vind dit type initiatieven fantastisch omwille van de gedrevenheid, omwille van de visie die erachter zit, omwille van de gemeenschapszin die erachter zit. En ik geloof dat dit op zijn minst een onderdeel van de oplossing is van het grote probleem van de wooncrisis waar we op dit moment tegenaan zitten te kijken. Dus wat ik heel erg mooi zou vinden is om met de vier punten zoals je die noemt aan de slag te gaan. Wat ik nog mooier zou vinden als je me een keer zou uitnodigen, nodig mezelf maar uit, op bij het mooiste voorbeeld van het allermooiste initiatief in wording wat je zou kunnen bedenken. Dus aan jullie Arie en Peter, om voor mij dan het allermooiste initiatief aan te wijzen. Dan gaan we daar samen op werkbezoek. En dan gaan we kijken, wat is er eigenlijk nodig om dit type initiatieven te stimuleren, van de grond te krijgen. En het antwoord mag niet alleen maar zijn geld. Het antwoord zal zonder twijfel ook moeten zijn geld, dat snap ik. Maar geld vind ik het saaiste antwoord. Hè? Dus waarschijnlijk is het antwoord heel veel vaker het wegnemen van drempels. Juist. Ruimte bieden, ruimte creëren voor dit type initiatief, voor maatschappelijk initiatief. Ik ga heel graag op die manier met jullie op bezoek aan de slag. En ik ga met jullie vier punten ook heel graag aan de slag. Maar nodig me uit. En ik kom langs. En dan gaan we kijken wat is er Zeker. Nodig om dit type creatief wonen van de grond te krijgen. Zeker. Die gaan we doen. Die uitnodiging nemen we met beide handen aan. En ik heb nu uw telefoonnummer, dus ik bel straks wel waar we heen gaan. Het is alleen niet mijn telefoon. Het is een gedeelde telefoon. Goed. Het is mijn telefoon. We weten elkaar te vinden. Inderdaad, de afslag zou moeten willen maken. Dus goed zo. Dat was helemaal goed. Dank u wel. Dank u wel. En, dank u wel. Tot ziens. Dag. Dank u wel. Dag. Goed, nog even voor de mensen thuis die dit vast niet goed konden horen door het improviseren. De minister steunt de vier voorstellen die gedaan zijn en vindt de initiatieven fantastisch. Hij is ook heel blij dat hij minister van volkshuisvesting is en niet van wonen. En zegt volkshuisvesting is eigenlijk ook gewoon gemeenschapsontwikkeling. En het hernieuwd eigenaarschap voor het wonen steunt hij zeer duidelijk. Dus dat zijn mooie woorden. Hij was ook heel blij dat er werd gerefereerd aan wonen en zorg als verbinding. Daar heeft hij ook wel blijkbaar zijn hart aan verpand. En hij wilde graag door de auteurs uitgenodigd worden om naar een hele inspirerende wooncoöperatie te gaan. En het dan niet in de eerste plaats hebben over wat ze aan geld nodig hebben, maar wat ze in brede zin bijvoorbeeld ook aan op vlak van andere regelgeving nodig hebben. Nou, dat is een mooie. Ja, dank u wel. Dat is een mooie afsluiting, denk ik gelijk. Ik wil onze gasten zeer hartelijk danken. Het was schandalig kort, maar ik denk dat er wel het gesprek voortgaat en jullie zijn gehoord. Heel veel dank daarvoor voor onze gasten. Ja. Dat is tof, hè? Nou ja, het boek kan natuurlijk gekocht worden in uw lokale boekhandel. Doe het daar vooral. Of gewoon bij de uitgevers, Transcity Valies. Want daar horen de lijntjes naartoe te lopen. Ga dat allemaal doen. En ik wil alle kijkers hartelijk danken voor
het kijken. Er komen nog veel meer bijeenkomsten. Jullie gaan geloof ik nog op tournee door het land. Vertel eens, omdat we natuurlijk zien dat veel van wat er op coöperatief gebied gebeurt, ook in de steden verankerd is. Hebben we gekozen, we gaan een aantal steden langs en zoeken daar iedere keer de aansluiting bij de coöperatieve beweging zoals die daar is. Dus we gaan naar Groningen, we gaan naar Eindhoven, we gaan naar Nijmegen, in Brussel, in Antwerpen zijn ze ermee bezig. Dordrecht, inderdaad. Dus verschillende plekken waar we dat verhaal ook met de invalshoek die daar nodig is, zullen. Oké, en er komt een internationaal congres, begreep ik, met R. Ja. Ja? Ja. Ja. We gaan over 3 maanden willen we de sleutelfiguren in die 3 steden die we beschrijven, willen we naar Nederland vragen met een aantal goede Nederlandse sprekers. Omdat eigenlijk we ook daar de hele zaak mee kunnen versnellen. Daar zit gewoon 100 jaar ervaring achter. En de dingen zijn zo goed uitgekristalliseerd, ook over de bijvoorbeeld de grondpolitiek, de sociaal rechte Bodennutzung en München bijvoorbeeld, met hele brede meerderheid van CSU en SPD, al 30 jaar aan het werk daar. Dat ook heel goed die Europese staatssteunregels allemaal omzeilt. Dus ik denk, daar kunnen we heel veel van leren. Mooi. Wij willen die mensen graag hier hebben en daar veel van leren. Oké, blijf het volgen. Deze livestream komt ook nog te staan op de site van R, als je het UR Instituut Rotterdam volgt dat. En de aankondiging van de conferentie en de tournee zullen we daar ook volgen. Fantastisch. Auteurs, nogmaals complimenten voor jullie fantastische boek. En de sluizen staan open. Het gaat gebeuren. Dank jullie wel. Fijne avond nog.